Ja, trainer, het is heet hier op het trainingskamp. Is het een beetje te doen? Ja, het is barbecue weer, hè, zeggen ze. Nou, ik moet zeggen, het is wel pittig, maar ja, in Nederland zullen ze het niet anders zeggen, denk ik. Het is hier ook lekker warm, maar ik denk dat we niet mogen klagen. Toch, als het slecht weer is, dan janken we ook. Dus ik ben heel blij mee met het weer. Gistermiddag training was wat acclimatiseren. En vandaag hebben we 2 keer getraind. Vanochtend echt gericht op Hofheim en vanmiddag spelervattingen. Ja, very good, very good. I see you play a good ball. Hey, Aber. Het is hard trainen. Hoe is de voorbereiding voor jou tot nu toe? Ja, wel goed. Ik denk dat ik een goede voorbereiding heb. Morgen een mooie wedstrijd op de boeg. Dus ja, we gaan er alles aan doen om een mooie pot van te maken. Vorige week heb ik jou zien spelen tegen Kayserispor. Voor mij was je ook absoluut kapot na de wedstrijd. Het was een pittig duel. Je werd ook heel veel gekozen door de trainer, Jan Olderiekerink. Hoe heb je dat ervaren? Ik heb het idee dat jullie heel veel met elkaar in de weer waren. Ja, de trainer is veel met me bezig. Ik denk dat het goed is dat hij veel met me bezig is. Ik bedoel, hij heeft natuurlijk een mooie bagage, om het zo maar te zeggen. Hij heeft veel clubs gehad en veel meegemaakt. En ja, ik denk eigenlijk dat ik dit seizoen heel veel aan hem kan hebben. Ik heb een goed gevoel erbij. Dus we gaan kijken hoe het loopt. Vindt u plezierig werken met de groep? Ja, ik vind het een ontzettend leuke groep. Ze willen ook heel hard werken. We hebben natuurlijk deze fase af en toe wel met... dat is gewoon realiteit met het weer. Dat je niet altijd 100% kunt trainen. Maar wat ze kunnen doen, dat doen ze. Ja, dan morgen de wedstrijd die centraal staat tegen Hoffenheim. Wat kunt u over deze wedstrijd zeggen? Het is een oefenwedstrijd natuurlijk. Maar ja, hoe kijkt u vooruit? Nou, het is Champions League deelnemen en derde van Duitsland geworden. Ik weet natuurlijk niet wie ze spelen. We hebben wel beelden van gezien in de wedstrijd Queen's Park Rangers. Dus we hebben de spelers wel, zoals gisteravond hebben we beelden gekeken, vanochtend hebben we beelden gekeken. Dus we hebben gewoon wel ze voorbereid als een normale wedstrijd. Want dan kunnen ze ook daar, in dat ritme kunnen ze ook komen. Het is een hele goede ploeg en voor ons een mooie test. Ik moet zeggen dat ik best wel veel Hofheim heb gezien in de Bundesliga. Dus lukt het even. En het is een hele goede tegenstander, zo simpel is het. En nu kunnen we echt zien waar we staan. Ik bedoel, dit is de beste graadmeter. Ik denk dat Hofheim heel ver is. Ze spelen ook Champions League, dus dit wordt een aardig potje dit.